Goedemiddag mevrouw, is uw man thuis? Nee. Wij zijn namelijk van tuinadviseurcentrum Jacobse & Van Es en wij wilden u vragen of de tuin al winterklaar is gemaakt. Winterklaar? Nou, hij bedoelt dus dat wij de tuin een beetje gaan... winterklaar mevrouw, inderdaad. Dat wil zeggen dat wij van Jacobse & Van Es de gehele tuinhuishouding kunnen bijstellen, zodat u van de komende voorjaar weer heerlijk van de fijne tuin kan genieten. Dus dat wij de tuin een beetje... Winterklaar? Tja, dat klinkt eigenlijk wel noodzakelijk. Inderdaad, jawel mevrouw. En, zonder meer namelijk. Wat kost dat, winterklaar maken? Ja, dat kunnen wij pas vaststellen na een grondig tuinadvies, mevrouw. Een tuinadvies? En waar kan ik dat aan krijgen? Nou, hij bedoelt mevrouw... U kent nu en hier van ons een gratis tuinadvies. Kan u daarvan bekomen? Hè? Wij hadden geen dag later moeten komen, mevrouw. Oh, nee? Nee. Kijk eens, meneer. Scheurgras. Hier. Hé? Scheurgras. Scheurgras, mevrouw. Ja, maar mijn zoon komt toch wel eens om te maaien? Nee, dat helpt niks, mevrouw. Oh, nee? Uw hele gazon hebt waarschijnlijk de scheur. Kijk eens die aarde van is. Hier. Hartstikke dood. Leef niet, leef niet. Wat doen wij daaraan, meneer Jacobs? Verrijken het gazon met neutronenkorrels. En de aarde rondom aanvullen en stipuleren met bavianenprincipe. Kom op, Van Es, laat je handen zwapperen. Ja, had u al koffie gehad, mevrouw? Oh, misschien wilt u. Maar ja, weinig melk en daar kunnen we helemaal aan doen. Neutronenkorrels. Godverdomme. Het is gewoon de bastardzaak. Maar het is gewoon griezelig hoe u op mijn moeder lijkt. Ach ja. Ja, die heeft namelijk net zo'n stoel, mijn moeder. Gek hè? Kom op, Van Es, beetje doorwerken joh. Ja, wat op. Nee, hij is een leuke jongen hoor, maar je moet wel achter zijn togen zitten, want hij is namelijk niet helemaal in orde. Ach nee. Ach, wat vind ik dat nou sneu voor die meneer. Nou, meer sneu voor mij dus. Ik bedoel, je hebt er zelf geen weet van. Oh. Moet toch even ingrijpen. Wil je me even excuseren? Ja. Zo. Zeg Jacobs, kunnen we dit nou eigenlijk wel doen? Lul niet, dat mens bulk van de centen van is. Ja, maar dit is toch eigenlijk een soort oplichting? Luister nou eens hier, lul Hannes. Hier wonen uitsluitend mensen met veel te veel geld. Dat legt te ruften en te roesten onder de kussens en in Zwitserland. En dat geld, dat maken wij wakker. Maar mag dat dan? Mag dat dan? Dat moet! Dat zijn wij als Nederlanders verplicht om al die sluimerende gelden op te sporen en terug te pompen in de economie. Wij zijn eigenlijk twee moderne Robin Hooden. Oh, Evenhoe. Evenhoe. Luister, dat is een mooie strak, die gaat eruit met de kluit er nog aan, in de plastic zak, die ook, die ook. Ja, maar waarom? Bladschurft. Ja, de bladschurft. Ik krijg nou helemaal een vinkenteringheid. Ken ik me eigen hier met ledblazeren staan scheppen? Er zit meneer binnen op zijn luie rijt. Godver. Dat was precies gepast. En is de tuin nu helemaal winterklaar? Mevrouw, al zal er zo'n pak sneeuw vallen. En bovendien voeren wij de milieugevaarlijke struiken voor u af. Ja, die hebben namelijk allemaal de Bavianenschurken. En die worden gratis door ons vernietigd. Oh, dat is heel vriendelijk. Ook nog eens een keer, mevrouw. Tot kijk. Bijzonder aangenaam. Oh, maatje, het beste, hè? Voor het voorjaar of zo. Daag. Evenhoe, Evenhoe. Overal langs berg en dal klinkt Evenhoe. Hou je kop eens, Van Es. Hou je kop nou even. Come on, everybody. Give me a C. A C. Give me an H. H. Give me an A. Goedemiddag, jongen. Dag, mevrouw. Is uw man misschien thuis? Nee, die is niet thuis. Ach, wij zijn namelijk van tuinadviseurencentrum Jacobs en Van Es. En wij hebben een paar bijzonder fraaie winterklare heesters in de weekaanbieding. Gegarandeerd zonder takkenschurft, mevrouw. Would you please get up off of your seat and repeat. Heeft u de uitslag van mijn genen? Ik heb die genen van u eens op een rijtje gezet, meneer Jochems. En, dokter? Dat was zelfs voor mij als geneticus even schrikken. Heb ik het homogen?